Want hij is sneller dan zijn landgenoot die daarnet reed. En de 38-43 voor Geert Kuiper is een tikkeltje tegenvallend vergeleken bij zijn prachtige prestatie van gisteren. Jan Ikema, u herkent zijn stijl, al is het geen stijl, hoe moeten we dat noemen? Gisteren toch teleurstellend, 18e op de 500 meter en een 20e plaats in het klassement na de eerste dag. Het had eigenlijk eens wat beter gemoeten met Jan, maar het zat er gisteren niet in. Wat doet hij nu? Nee, het is niet goed wat Jan doet. U ziet dat, het is het is niet vinnig genoeg. Het is te makkelijk. En hij verliest hier van Hirose, toch een vrij onbekende Japanner, die Ikema gewoon wegschaatst. 38-16 en 38-50 is de tijd van Ikema. Nou ja, het is een tijd waarmee je bij de eerste 10-12 zal kunnen komen misschien. Maar toch hadden we van Ikema graag eens een echte vlammende rit verwacht.